welkom heten voor dit bijzondere concert in deze prachtige kapel van Contact der Continenten. U heeft het natuurlijk al lang gezien op het programma. Het is een combinatie van Laurens van Rooyen, bekende pianist en filmcomponist, en natuurlijk de prachtige Bach-orkesten, schoolorkest en een volwassen orkest onder leiding van Irma Vos. Ik wens iedereen een fantastische middag en heel veel succes jullie allemaal met het spelen van ongetwijfeld hele mooie stukken. Dank u wel. Thank you.
samen. Maar dat ziet u precies in uw programma. We hebben ook nog het Bart Start Orkest, maar die zijn echt nog in opleiding. Die moeten nog wat groeien. Dus dit, Bach Jeugd en Bach Volwassen Orkest. We zijn vorige week op kamp geweest met het Bach Jeugd Orkest. En hebben dit programma voor vandaag heel hard aangewerkt. Aan Stockholm, het stuk van Laurens. En aan de andere stukken die we gaan spelen vandaag. En gelukkig was Sebastian ook mee. Hij ligt nu bij de slagwerkers, want hij wordt ook gebruikt als demper voor de pauken. Maar hij mag wel even getoond. Ziet u het? Onze mascotte.
Het leek mij een goed idee om de soort solo die ik nu ga spelen, solo alleen dus begrijp je wel, om daar een soort gevoel van positief en energie aan te geven. Het is een melodie die bekend is geworden onder de titel Cast Your Fate to the Wind, Gooi je lot in de wind. Jij kan misschien beter naast haar gaan zitten. Zo, een beetje hard in je oren. Ja? Nou, af en toe knal ik wel eens, weet je wel. Thank you.
denk ik zo'n jaar of twee geleden. Ik was thuis allerlei muziek aan het luisteren en ik hoorde ineens Ave Maria van Caccini. Ik denk, wauw, dat was een mooi stuk. Dat zou ik met het orkest willen spelen. Maar ja, nergens te vinden. Dus ik bel Robin, ik zeg, Robin, ik wil dat stuk met het orkest spelen. Wat denk je? Komt goed hoor, zegt hij. En hij heeft het helemaal in de partituur heeft hij gemaakt vanuit wat hij hoorde. Van een opname. Dus ja. Thank you.
Dus. Die doen we weer samen. Wij waren op vakantie een paar jaar geleden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Malaga met het gezin. En we besloten op een avond naar het dorpje verderop te gaan, want we hadden gehoord dat thuis ook mooie muziek werd gemaakt. En dat was ook zo, want daar zat namelijk aan de rand van een fontein een Spaanse gitarist de mooiste volksmuziek vanuit Andalusië te spelen. Wij raakten in de ban, zowel de locals als de toeristen. Terug in Nederland dacht ik, dat was zo'n bijzondere evenement. Ik zou een eerbetoon willen maken voor een onbekende Spaanse maestro. En ik heb een stuk gecomponeerd waarin de gitaar door de piano heen klinkt. En het genoemd naar het dorpje waar zich dat allemaal heeft afgespeeld, La Bobadilla.
Af en toe word ik gevraagd door een regisseur van een filmmaatschappij om de muziek te componeren. Dat hebben wij een aantal films gedaan, Europese en Amerikaanse. Eén ervan heeft specifiek de aandacht getrokken. Dat was een rare film, die heette Brandende Liefde. Het ging over twee studenten, Jan en Kees, die in een studentenhuis wonen met één dame, Anna. Je begrijpt het al, hè? We werden allebei verliefd op Anna, die er niks van moest hebben. Enfin, het gaf in die film nogal wat consternatie en misverstanden en gekke toestanden. Dus ik heb een liedje gecomponeerd om die sfeer van die twee opgewonden jongens, om het zo maar even te noemen, weer te geven. Het liedje heet Jan en Kees. Ja, laten we dat maar doen. Dan ga je even zeggen welke stuk het is. We gaan eerst stemmen. Ik ben
ben hier vandaag als dirigent voor de orkesten. En nu ga ik als fluitiste met Laurens, een stuk van Laurens, Play It Once More, van Laurens van Rooijen dus, spelen. En dan niet op een gewone dwarsfluit, maar op een alt dwarsfluit. Dus ik hoop er maar het beste van. Die is een stuk langer. Thank you.
Namelijk zo dat bij het 10-jarig bestaan van de firma Visa, van die kaarten weet je wel, het hoofdkantoor in Londen mij belde of ik muziek wilde componeren bij de landen in Europa waar Visa actief is. Nou, dat wilde ik wel, dat snap je wel.
Daar valt onder andere onder Portugal. En dat nummer heet Les Dauphins de Portugal. Het was ook in Zwitserland. Dat heet Zermatt après Ski. En een ander nummer was Stockholm. In Zweden? In Zweden. Begrijp je wel? Nog veel meer landen, maar dat wordt een beetje te veel om op te noemen. Je moet gewoon even googlen, dan weet je het allemaal. Wij gaan nu dus laten horen het werk Stockholm. Een ritmisch stuk met verschillende solo's in de secties van het orkest. En ik speel daarbij mee. Ik heb het ook verzonnen, dat weet je wel.
was een bijzonder paasconcert, kan ik wel zeggen, met nou, nogal wat hele verschillende stukken. Prachtig, heel mooi, geweldig hoe jullie gespeeld hebben. Heel erg mooi. Ik bedoel, het is alles bij elkaar natuurlijk, maar als ik deze eerste rijen bekijk, denk ik, top! Hartstikke goed. Heel graag zo. En natuurlijk heel erg veel dank aan Irma. Irma is... Irma is natuurlijk, dat hebben jullie kunnen zien en horen, een geweldig inspirerende dirigente en leidster. En die weet uit deze kinderen heel veel te halen. En zelfs zodanig dat er nog arrangementen door iemand worden gebouwd. Robin. Ja, daar zit hij. Robin, hoi. Robin, geweldig. Dus houd deze orkest in de gaten. En Irma natuurlijk ook. Nou, hetzelfde kunnen we zeggen van onze maestro Laurens van Rooyen. Het is nog niet afgelopen. U kunt gaan naar de wintertuin hier. Daar gaan ook alle, nou ja, in ieder geval Irma en Laurens en alles wat er een beetje in past, gaat daar ook naartoe. De meet and greet, u kunt daar koffie en thee krijgen. Laurens kunt u spreken, die heeft ook zijn cd's en zijn boeken bij zich. Dus als u dat nog leuk vindt, kunt u daar ook nog, hè? Absoluut. Met handtekening, uiteraard. Irma, is er ook? Denk ja hoor, zeker. Ja. En we mogen hier van Contact der Continenten nog blijven tot 4:15? Ja. 4:15. En dan moeten we wegwezen. Dank u wel en graag tot ziens een andere keer. Ja.